Hallo kijkers van Rijms 93 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 3. Yeah, waarom dat zo ging weet ik niet, want dat was eigenlijk niet volgens plan. Maar dit klonk wel een beetje meer dramatisch. Oké, in ieder geval jongens, welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 3. We gaan vandaag dit huis voor de laatste keer bekijken. De vorige keer hebben wij officieel alle zijmissies en alle hoofdmissies afgemaakt van de hele game. Tenminste, zover we zien. Want er zijn totaal nergens op de kaart met hoofdmissies slash zijmissies. Wel heel veel molenspellen, maar die gaan we niet doen. En Jeu de Boel? Nee. Voor de mensen die dat vragen, nee. Jullie hebben al gezien dat ik heb verloren. Dik hard. Gaan we niet nog een keer doen. Maar jongens, wij gaan vandaag wel het landhuis bekijken. En we gaan vandaag de database bekijken. Nou jongens, hoe ik dat ga aanpakken, de database. Ik zet gewoon straks, terwijl jullie willen lezen. Als jullie niet willen lezen, hoeft het niet. Maar voor mensen die het willen lezen, ik geef jullie gewoon alle tijd om je op pauze te zetten of wat dan ook. Ondertussen ga ik zelf niet praten. Ik laat gewoon een rustig muziekje ondertussen afspelen. En voor mensen die willen lezen, succes. Voor mensen die niet willen lezen, laten we samen dit huis bekijken. En ja, we zien wel wat er dan allemaal nog meer gaat gebeuren. We kunnen op zich een konvooi versturen, maar dat gaan we niet doen. Want ik bedoel, wat heeft het geld nog voor nut op dit moment? Dat hoeft totaal niet. Hier is dus echt totaal niks nieuws bij. Hier, ja, wat is hier nieuws bij? Er is niet echt heel veel nieuws hier. Ja, dat schilderij. Waar ik nog steeds niet zeker weet van wie dat is. Maar dat maakt even niet uit. Zijn hier nieuwe dingen bij? Nope. Nou, zijn daar nieuwe dingen bij? Zo niet, jongens. Dan gaan we eventjes naar de kelder. En anders gaan we nog naar de bovenste verdieping. En daar weet ik zeker wel van dat daar dingen zijn. Want jongens, we hebben dit huis de hele tijd zitten upgraden. Tenminste, upgraden. Er zijn allemaal leuke extra's bijgekomen terwijl we de hoofdstorylines hebben gespeeld. Allemaal nieuwe schilderijen, allemaal nieuwe standbeelden, allemaal nieuwe outfits. Volgens mij heb ik trouwens alle outfits wel aangehaald. Dus op dat gebied zijn we zo goed als done. Maar wel, die schilderijen zijn eraf. Maar wel zijn er bijvoorbeeld dit soort dingen bijgekomen. Allemaal van de leuke herinneringpuntjes. Laat ik het zo even noemen. Heet hem Charles Lee. Wat doet dat amulet daar als hij hem heeft begraven? Maakt niet uit. Pitcairn. Hickey. En Nicholas Biddle. Kijk, dat soort leuke dingen zijn er een beetje bijgekomen. Natuurlijk over leukere en spannendere dingen dan dat. Hoe zit het verder met dit? We hebben een heleboel wapens nu. Nou ja, een heleboel wapens. Ik heb niet echt alle wapens gekocht, omdat het gewoon letterlijk niet nodig was. Als je geld wil weggooien voor zwakkere wapens, ja, dat mag je voor mij gerust doen. Maar dan gooi je gewoon letterlijk geld weg. Dan gooi je gewoon letterlijk geld weg. Want ik bedoel, wat doe je met wapens die je niet nodig hebt? Kijk, in andere Assassin's Creed heb ik wel bijna alle wapens willen kopen. Want volgens mij had dat niet echt heel veel verschillen qua hoe sterk ze waren. Maar ja, als je nu gewoon letterlijk minder sterk bent, waarom heb ik je dan nodig qua wapen? En ik begrijp trouwens ook niet waarom deze kamer leeg is. Wat is dat? Een schilderij. Onderzoeken. Schilderij van Ben Franklin. Oké, omdat je Sequentie 12 hebt voltooid. Yay! En daarom krijgen we een schilderij van Benjamin Franklin. Dat is leuk. Hey, dit kunnen we ook onderzoeken. Smeden. Jongens, zet trouwens maar even op pauze als jullie willen lezen. Dan gaan we hier heel even rustig doorheen. Tenminste, ik hoop dat we hier heel rustig doorheen gaan. Want ik kan niet scrollen. Maar oké. Nu in één keer mijnwerkers. Oh, dit is waarschijnlijk de encyclopedie over de gewone man. Oké, dat is best wel vet. Jongens, zet het maar op pauze als jullie willen lezen. Als dit de encyclopedie over de gewone man is, dan zijn we niet totaal getrold. Dan hebben we gewoon nu een encyclopedie over wat er nou eigenlijk precies hier in het dorp gebeurt. Jongens, als jullie dit willen lezen, zet het vooral op pauze. Ondertussen ga ik hier best wel rustig doorheen, denk ik. Zo niet, dan spijt het mij. Maar ik denk dat dit op zich nog best wel makkelijk te lezen is. Als je geïnteresseerd bent om hierin te lezen, kun je dat vooral doen. Voor mensen die hier niet geïnteresseerd in zijn en gewoon graag een ander gedeelte van het huis willen zien. Dat komt zo, jongens. Dat komt letterlijk nu, want we hebben nu de smeden gehad. Kunnen we hier weg? Kunnen we dit boek uit? Nop. We kunnen dit boek niet uit. We kunnen gewoon letterlijk dit boek niet aan.
Misschien ook wel handig dat ik op het goede knopje klik en niet het knopje naast het goede knopje. Ik helemaal paniek maken voor helemaal niks. Oké, ondertussen hebben we dit soort schilderijen nog erbij. Jongens. Ja, het wordt vandaag niet echt een heel erg pratige video. We gaan vandaag echt meer kijken van wat hebben we allemaal gekregen. En yeah, that's it eigenlijk. Oké, en waarom werkt dit nou weer net niet? Gewoon omdat het nu wel dat knopje is. Oké, in ieder geval jongens, dit is ook een schilderij wat we hebben gekregen. Of een spandoek. Dit is ook iets wat we gekregen hebben. Voor de mensen die trouwens zeggen, dit is best wel saai om dat door die dingen heen te kijken. Daar heb ik alle begrip voor jongens. Maar voor de echte true fans die echt alles willen zien. Ja, die vinden dit leuk om te zien. En op zich ik ook wel. Kijk, en voor de mensen die het niet leuk vinden, dan ga ik er iets sneller dan normaal doorheen. Kijk, als ik naar zo'n schilderij kijk, dan ga ik echt eventjes de tijd nemen. En ja, nu... ja, we kijken de schilderij even. En dan... Hé, allemaal bordjes, mooi. Even kijken, wat is dit? Eigen haard is goud waard. Je hebt dit souvenir gewonnen omdat je het dorp hebt verbeterd. Hé, we hebben het dorp verbeterd. Bevrijder. Je hebt... Omdat je alle forten hebt bevrijd. Holy damn, dat hebben we natuurlijk ook nog gedaan. Wat nog meer? Dat was het. Oké, ik dacht, we gaan nog heel spectaculaire andere beloningen krijgen. Nee. Oké, wat hebben we nog meer gedaan? We hebben een vlotte babbel. Alle optionele gesprekken hebben wij gevoerd. Oké, we hebben dus veel gepraat. En je hebt alle scheepsverbeteringen gekocht. Yep, we hebben de Aquila echt volledig geüpgrade. En nu kunnen we er totaal niet meer mee weg. Jee, het klinkt heel slim. De theekist van Robinson. Ja, we hebben natuurlijk die theeparty ook gedaan. En een schilderij van de eerste expeditie. Natuurlijk, toen we de schatten aan het zoeken waren van Captain Kidd. Tenminste, volgens mij heette die zo. Schaalmodel van de Aquila. Dat is natuurlijk de enige echte bekende Aquila. Aquila, I will never forget you. Nu denk ik de hele tijd aan het nummer. Oké, in ieder geval, dan gaan we verder dit ding in. En waarom ik die kamers laatste laat, is gewoon heel simpel. Omdat we daar de database kunnen bekijken. En ja, dat gaan we dan ook mooi als laatste bewaren. Want ja, dat kunnen jullie dan gewoon rustig al de tijd vernemen. Terwijl wij... Terwijl jullie gewoon eventjes daar rustige muziek kunnen luisteren. Oké, aandenken brouwerij. Kaito bemachtigd. Church heb geïnfiltreerd. Oh, dat was het. Oké, ik dacht we gaan heel erg veel van die dingen doorheen. Maar op. Volgens mij hebben we dit al een keer bekeken. Maar dan gaan we gewoon hier sneller doorheen. Aandenken de beer. We hebben de roetelleider voltooid. We hebben de missie de patriarch voltooid. We hebben de missie de... De oude kat voltooid. De vrijgezellen eland. En kattenpootjes. Wat totaal niet gevaarlijk was. Dit was totaal niet gevaarlijk. En jongens, dit is een heel... Voor mensen die trouwens nu denken... Oké, waarom is dit echt zo'n rare aflevering? Of tenminste een rare aflevering. Voor sommige mensen zou dit best een rare aflevering zijn. Omdat er gewoon letterlijk bijna niks gebeurt. Nou, dat is eigenlijk heel simpel jongens. Wij gaan gewoon heel simpel... Wat heb ik ook verteld aan het begin van de aflevering. We gaan gewoon simpel collectibles en zo bekijken. Dat is gewoon letterlijk wat we vandaag gaan doen. Oké, en hier gaan we rustig doorheen jongens. Dus als jullie dit willen lezen, zet het vooral op pauze. Voor de mensen die hier niet meer geïnteresseerd in zijn, begrijp dat je wegklikt. Voor de mensen die graag dit willen lezen, zet het vooral op pauze. Voor de mensen die graag willen kijken waar deze aflevering nog meer naartoe gaat. En straks het muziekje willen luisteren. Ik wens je veel plezier. Ik wens je veel plezier. En voor de mensen die echt willen lezen, ik wens je veel succes. Ik ben daar zelf ook eentje van, jongens. Dus, ja. Ik hou gewoon van die background informatie. Dat is gewoon heel erg leuk om, om te weten. Kijk, ondertussen loop je wel in Lexington bijvoorbeeld rond. Maar je weet er helemaal niks over. Of ondertussen beleef je de Amerikaanse revolutie wel. En beleef je in praktijk, in praktijk de gebeurtenissen. Maar in theorie, van wat er nou echt gebeurd was, daar ga je niet echt diep op in. En hoe het nou eigenlijk volgens die dingen is gegaan, of volgens die dingen, volgens de tekst, dat kun je nou echt in dit soort dingen lezen. Echt in achtergrondinformatie. Bijvoorbeeld Valley Forge. Wat trouwens echt wel een leuke missie was. Gewoon, dat was gewoon letterlijk... Connor tegen twee schepen. Totaal geen suicide missie.
Bijna een suicide missie. Slag van het Chesapeake. Hé, daar hebben we net een schilderij van gezien. Oké, slag bij Trenton. Jongens, ik hoop niet dat ik hier te snel doorheen ga. Ik tik hem heel zachtjes steeds. Dus volgens mij kun je hem nog op pauze zetten als je dit wil lezen. Bloedbad van Boston. Volgens mij hebben we dit al gezien. Zo niet, dan ga ik hier heel even snel doorheen nog. Heel snel met genoeg tijd om het jullie te laten lezen. Voor de mensen die het willen lezen. Boston Tea Party. Volgens mij hebben we dit al gelezen. Ik weet het niet. Voor de mensen die het nu al zeggen, we hebben dit al gelezen. Ja. Dan hebben jullie dit al gelezen. Dat weet ik op dit moment niet echt. Want volgens mij komt dit niet bekend voor. Oh ja, dat komt wel bekend voor. Oké. Ik zit gewoon de tweede keer hier doorheen te gaan. Heel handig. Oké, en jongens, dat is de database. Maar we gaan eerst dit nog bekijken. Want volgens mij is dit het enigste nog daarvoor. Dus voor de mensen die niet meer willen lezen. En de mensen die niet geïnteresseerd zijn in het muziekje of zo. Voor niet echt de true fans of echt de achtergrond willen lezers. Ja, ik begrijp dat je wegklikt. Voor de mensen die echt willen lezen. Veel plezier. Ik gooi er nog geen muziekje achter. Ik praat dit nog wel even door. Gewoon simpelweg omdat we nog niet bij de database zijn. Terwijl ik bij de database jullie het echt volkomen wil laten lezen. En ik wil er zelfs nog een lekker rustig muziekje bij doen. Ook al zet je het gewoon de hele tijd op pauze. Dus dat maakt het niet helemaal beter. Maar dat maakt het niet uit. Dat gaat gewoon om het idee. Dat maakt iets de sfeer leuker. Denk ik. Of ik zit nu gewoon maar wat te verzinnen. Dat kan ook. Waarschijnlijk. Oké, in ieder geval. Volgens mij hebben die almanakken allemaal al een keer bekeken al. Ja, weet je. Zo niet doen we het nog een keer. Maar ik kan me nog iets voorstellen. Ik kan me nog iets herinneren dat we dit al een keer gedaan hebben. En dat het echt heel erg veel is. Maar ja, weet je. Dat maakt even niet uit. Voor mensen die dit echt willen lezen. Kan ik begrijpen dat het nu gewoon makkelijker is. Om alles gewoon in één keer bij elkaar te hebben. Ik vraag me trouwens af, wat staat er allemaal in die almanakken? Moest je trouwens voorstellen dat als ik dit allemaal zou moeten voorlezen, dan zijn we echt 2 uur verder. 2 à 3 uur verder. Daarom vind ik het een goed idee als jullie dit gewoon op pauze kunnen zetten. Daarom laat ik jullie ook bijna alles op pauze zetten als je achtergrondinformatie of eventuele info wil lezen. Dan kun je dat gewoon doen. Dan anders, voor de mensen die dat totaal niet interessant vinden. Een aflevering waarin ik 2 uur dit lang voorlees. Dat is dan helemaal niet interessant. Dus dan vind ik dit een betere oplossing. Voor mensen die zich afvragen van waarom ga je hier zo snel doorheen. En waarom laat je het ons op pauze te zetten. Gewoon simpel. Je hebt alle tijd om dit door te lezen. En als je dit wilt doorlezen. Dan heb je geen druk op je. Want de aflevering gaat toch niet verder als je hem op pauze zet. Wat trouwens wel logisch klinkt. Maar goed, in ieder geval hier nog een boek. Het zijn allemaal zulke lange boeken trouwens. Echt, moet je je voorstellen dat ik dit allemaal moet voorlezen. Dan zijn we echt 5 minuten per boek bezig. De rest ligt een beetje in slaap. En ik heb aan het einde van de dag mijn stem schor. Als we hier helemaal klaar mee zijn. Ik kan het dan wel gebruiken als slaapverhaal. Dat klopt. Dat klopt. Voor de mensen die trouwens afvragen, waarom laat je dit zien? Want ik bedoel, als je de game zelf hebt, kan je dit natuurlijk ook gaan lezen als je dat wil. Daar gaat het nou eigenlijk om. Als je de game niet hebt, en je wil dit wel heel graag weten, ja, dan heb je alle tijd om dit door te lezen. Daarom laat ik tot nu toe ook, in elke game waar ik een serie van heb gedaan, laat ik alle extra's ook zien. Kijk, als ik bijvoorbeeld een walkthrough kijk, waar meestal niet in gepraat wordt, dan wil ik graag ook alles weten, ook alles zien van een game. Anders ga ik mezelf natuurlijk afvragen van, oké, wat is daar, wat is daar, wat is daar? Terwijl ik dat veel leuker vind om te kijken. Terwijl je misschien helemaal niet geïnteresseerd bent om de game zelf te spelen. Maar dat merk ik wel steeds meer. Steeds meer mensen gaan, walkthroughs kijken in plaats van echt de game spelen. Nou, voor dat soort mensen die echt dit ook nog willen weten, doe ik dit, jongens. En je kan dan wel zeggen dat de kans heel klein is, maar gewoon simpelweg, ik hou met iedereen rekening. Ik hou met iedereen rekening. Voor mensen die hier niet geïnteresseerd zijn, klik gerust weg.
Ik heb al aan het begin van deze aflevering verteld dat het een minder spannende aflevering wordt. En dat het echt collectibles kijken wordt. Dus klik vooral weg. Voor de mensen die willen kijken en willen lezen, neem gerust de tijd. Dat lijkt me een win-win situatie. Kijk, als je spanning wil, ga naar een aflevering van Far Cry 3 van vandaag bijvoorbeeld. Dat bedoel ik maar gewoon even. Kijk, en als je dit echt wil lezen, zoals ik dat ook wil doen, en voor misschien ook de echt keiharde fans, keiharde fans spelen de game zelf, maar daar gaat het even niet om. Die kunnen ook alle tijd nemen om dit gewoon letterlijk te lezen. En zo hebben we een beetje de belangen van iedereen een beetje goed gedaan. En dat vind ik nou het belangrijkste. En volgens mij hebben we dit boek al gelezen. Ondertussen dat ik hier een beetje een lecture. Ik weet niet of het een lecture is. Ik weet niet of dit een lecture was. Maakt niet uit. Een hele gesprek te houden over waarom het nou eigenlijk zo. Waarom ik dit nou eigenlijk doe. Oké, in ieder geval jongens. Wij gaan de database in. Voor mensen die graag naar het muziekje willen luisteren wat ik erop ga zeggen. Veel succes. Aan het einde van de aflevering, nadat we dit allemaal gelezen hebben van de database. Spreek ik jullie natuurlijk weer. Maar tot dan, veel plezier met de muziek. En veel plezier met de database. Als je wil lezen, zet het op pauze. We gaan er met op zich redelijke snelheid doorheen. Dus gewoon letterlijk zoals daar. En succes. Jongens, ik spreek jullie straks. En ondertussen veel leesplezier. En enjoy the music. Let's go. Thank you.
ben ik weer. We zijn er helemaal doorheen. Het was een heleboel. Alleen ondertussen was ik ook nog vergeten dat we hier nog een paar dingen te laten zien hadden. Oh, ondertussen hebben we trouwens dit, maar dit is helemaal niet zo heel speciaal. Dit is gewoon letterlijk alle objectives en alles wat we gewoon binnen hebben gekregen. Dus dit is niet wat ik bedoelde. Ook kunnen we trouwens zien dat we echt 100% van de database hebben gedaan. Maar natuurlijk is er weer een DNA-menu. Met echt van alles erin. We kunnen hier heel erg groot op ingaan. Met die bevrijdingsmissies en dat soort dingen. Extra missies. Er zijn ook dus nog extra missies. Wat hebben wij dan niet goed gedaan? Oh, waarschijnlijk niet helemaal volledig. Oké, dat is wel wat. Oké, zit er verder nog echt een missie bij die we hebben overgeslagen dan? Maar dat vind ik veel belangrijker. We hebben dus echt serieus missies overgeslagen. Lidmaatschap van de dievenvereniging. Laat zien dat je goed kunt zakkenrollen om de aandacht van de dievenvereniging te trekken en lid te worden. Oké. Voltooi de dievenvereniging. Voltooi alle taken van de dievenvereniging om een meesterdief te worden. Oké. Jongens, dit is dus nog een extra missie die we kunnen doen. Holy damn. Dat betekent dat we nog niet klaar zijn. Holy damn, ik dacht dat we al klaar waren met de game. Maar dus nog lang niet. Ontdekken verzamelbare voorwerpen. Hebben we allemaal gedaan. Holy damn, wat hebben we veel gedaan. Dit hebben we allemaal gedaan. Wat hebben we hier nog niet gedaan dan? Voltooi alle afleveringen van de burgermissies. Alle moordcontracten, alle koeriermissies. Alle burgermissies. Voltooi alle afleveringen. Dat hebben we op zich best wel redelijk gedaan. Maar oké, maakt niet uit. Zeemissies. Hebben we hier nog wat overgeslagen? Nee, niet echt. Dus er is nog een dievenmissie. Wat is dit? Uitvindingen uit het dorp. Maak de glasharmonica in het dorp met het voorwerp uit de almanak. Oké. Ik weet niet hoe we dat gaan doen. In ieder geval, jongens, er zijn dus nog dingen te doen. Dus de singleplayer is nog niet voorbij. Holy damn. Het is wel leuk om daar nu achter te komen. Maar oké. Dan gaan we daar de volgende keer maar eens even op in. Ondertussen laat ik ook nog even de statistieken zien, jongens. Dat vind ik wel net zo leuk voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Holy damn, wat hebben we veel uitgegeven. Zet het vooral op pauze als je dit wil lezen. Ik kan er al heel snel doorheen gaan. Ik kan er ook heel langzaam op ingaan. Maar er is dus nog een dievenvereniging. Oké. Daar gaan we dus dan verder op in. Ik weet niet wat dat inhoudt, die dievenvereniging. Maar we gaan het zien. Is hier echt... ik wou zeggen, is hier al bijna niks, maar... Een dievenvereniging. Oké. Sure. Jongens, de volgende keer gaan we uitvinden wat die dievenvereniging is. Als het echt niks voorstelt, dan... vertel ik dat morgen wel in een aflevering. Klassementen. Klassementen van wat? Speeltijd. Oké. Ja, ik vind het helemaal goed. Oké, dit kunnen we dus ook nog even mooi kijken. Klassementen. Min 1. Dat is heel goed. Oké. Ik vind het heel erg interessant dat we echt min 1 hebben. Hoe krijg je het voor elkaar om min 1 te krijgen? Misschien als je gewoon iets niet doet. Dat zou ook nog wel best kunnen. En jongens, het spijt me als ik nu echt heel weinig praat, maar ik ben een beetje aan het kijken van wat we nou eigenlijk wel goed hebben gedaan. En echt min 1, hoe krijg je wat voor elkaar om min 1 te halen? Min 1. Oké. Nou ja, totaal is het natuurlijk heel mooi. Wereldwijde rang. Kijk, we gingen hier natuurlijk niet voor. Dus wees er niet bang mee dat we dit echt totaal niet goed hebben gedaan. Want hier gingen we dus totaal niet achteraan. Maar nu ondertussen dus, we hebben dus nog een dievenvereniging wat we kunnen doen. Oké. Jongens, ik ga daar meer onderzoek in doen over hoe we die vereniging... Hoe we de dievenvereniging nou aantrekken. Ik ga meer onderzoek doen naar die uitvindingen. Of tenminste die dingen wat we konden maken. Want dat kunnen we dus ook nog doen. Dat zijn ook nog zijmissies. En jongens, dat horen jullie dan de volgende keer wel. Als ik dat uitgezocht heb en het is echt iets om te doen... Wat niet gewoon letterlijk een challenge is of zoiets. Dan gaan we dat zeker doen. De volgende keer. Zo niet. Dan gaan we gewoon letterlijk de volgende keer. Weet ik veel wat doen. Er is nog een multiplayer. Dan gaan we gewoon de volgende keer de multiplayer bekijken. Maar jongens, dat horen jullie de volgende keer. Maar ik ben nu wel erg benieuwd naar die dievenvereniging. Wat hield dat in? Wat hield die dievenvereniging in?
Oh god, gaan we ook nog de klassementen van die missies bekijken. Oké. Okay. Sequentie 2. Jee. Oké, we hebben het niet allerbest gedaan, maar dat maakt even niet uit. We gingen ook niet voor de top world best ding, huppedepup. Nee, we gingen gewoon voor de game te completen. En we hebben dat best wel goed gedaan. Er staat eigenlijk veel meer in dan ik had verwacht dat het erin zou staan. Holy damn, wat veel informatie. Dat ze dit ook echt allemaal bijhouden. Ik ben gewoon een beetje onder de indruk van deze game. Ik raak steeds meer onder de indruk van deze game. Allereerst omdat we gisteren getrold waren. En nu over wat ze allemaal bijhouden. Holy damn. Dat hebben ze goed gedaan. De zeemissie zouden ze zelfs ook nog bij. Waarom zou je dit bijhouden, game? Waarom... Wie van alle mensen zou dit gaan bekijken? Behalve ik. Omdat ik het leuk vind om jullie echt alles te laten zien. Of tenminste alles. Alles waarvan ik weet dat er mensen zijn die dit op zich nog best wel willen zien. Bijvoorbeeld de database. Echt, maar waarom zou je dit bijhouden? We hebben trouwens best wel veel zeemissies gedaan. Nu ik hierover nadenk. We hebben best wel veel zeemissies gedaan. Oké. Dat waren de missies. En we hebben nog wel een handleiding. Wat hield dat nou weer in? Handleiding. Oké, jongens, zet vooral een pauze als jullie willen lezen. Waar gaat dit nou weer over? Zet vooral een pauze als jullie dit willen lezen. We gaan hier ook nog even doorheen. Ik weet niet wat er allemaal in staat. Maar ik zag net iets over Desmond. Dus misschien... dat dit op zich nog best wel interessant is. Ik weet het niet. Zet vooral een pauze als je het wil lezen. Ik weet niet wat erin staat nogmaals. Dus misschien is het totaal niet interessant. Dan weten we het snel genoeg. Maar als het wel interessant is, dan is het mooi meegenomen. We hebben meer info over deze tijd, over de Amerikaanse revolutie. Oh, dit gaat wel trouwens lekker snel, mooi. Goed, in ieder geval gaan we hier even snel doorheen. Mooi. En is er dan nog meer? Nou, volgens mij hebben we alles gehad dan, jongens. Ja, we hebben opties, maar dat is niet heel erg interessant. Jongens, de volgende keer gaan we dus of de multiplayer doen, of we gaan kijken wat de dievenvereniging nou eigenlijk inhoudt. Maar dat zien jullie de volgende keer, want voor nu ga ik zeggen, kijk zo even uit omhoog. Help mij mee, help het kanaal mee. Ik ga dus uitzoeken wat die dievenvereniging nou inhoudt en wat die uitvindingen nou inhouden. Is het nou totaal niks spectaculairs en is het nou gewoon letterlijk net zoiets als dit? Dit, die Boston Brawlers uitdagingen, die challenges, dat gaan we ze natuurlijk niet doen. Want die challenges hebben we in Assassin's Creed 2 niet gedaan, Brotherhood niet gedaan, Revelations niet gedaan. En dat is dus echt iets wat we erbij kunnen doen. Daar gaan we niet echt speciaal voor, want we gaan niet echt voor de 100%. Maar jongens, ik ga dus uitzoeken wat die uitvindingen en wat die dievenvereniging nou inhoudt. En ja, dat ga ik uitzoeken. En jongens, als het niet heel speciaal is, gaan we daar morgen meteen achteraan. Als het gewoon een uitdaging is of een challenge, gaan we morgen multiplayer doen. Maar dat zien jullie morgen, want voor nu ga ik zeggen, kijk zo even uit omhoog. Help mij mee, help het kanaal mee. Het was een langere aflevering. Een hele informatieve aflevering. En we hebben ontdekt dat er nog een zijnmissie mogelijk is. Dus, ja. Jongens, wat voor verandering zeg dat is. Doei!